Meldpunt geopend voor wetenschappers die worden bedreigd. Intocht Sinterklaas in Nijmegen dit jaar iets vroeger. En €190 voor de energierekening. Maar wat doen we met dat geld? Wetenschappers krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen, intimidatie en haatreacties. Daarom is er nu een speciaal meldpunt in het leven geroepen. Het meldpunt Wetenschap Veilig is 24 uur per dag bereikbaar. De universiteiten van Wageningen en Nijmegen roepen hun personeel op om alle vormen van bedreiging of agressie vanaf nu te melden. We moeten gewoon heel erg duidelijk maken dat wij er zijn om ons werk te doen en dat we dat in vrijheid willen doen. En je kunt altijd wetenschappers kritisch bevragen op hun werk. Dat mag. Dat is de kern van wetenschap. Maar dat is anders dan bedreigingen en haat en scheldpartijen. Wetenschappers hebben volgens de koepel van universiteiten onder meer te maken met doodsbedreigingen. Ik zou zeggen, voordat je het ergens niet mee eens bent, dat mag. Deel dat ook. Nogmaals, dat is de kern van wetenschap. Maar denk even 10 tellen na op welke wijze je communiceert met anderen en wat je een ander ook persoonlijk aandoet als je dat in dreigende of bedreigende taal doet. Wij proberen er te zijn voor onze medewerkers. En dat valt nog lang niet altijd mee. Mensen houden het ook voor een deel bij zichzelf. Soms is er ook sprake van schaamte. Dus daarom is het ook heel goed om elk initiatief wat je kan doen om onze medewerkers, onze wetenschappers hier de kans te geven om hun zorgen te delen op korte en op lange termijn, om er daarvoor te zijn. En wetenschapveilig.nl is zo'n centraal meldpunt daarvoor. Het gaat goed met de verkoop van houtkachels. Ondanks dat het buiten nog aangenaam weer is, denken mensen al massaal aan de komende winter. Dat merken ze ook bij Van de Wielenkachels in Wijchen. Nou ja, we hebben een verkoopstijging momenteel van rond de 40% ten opzichte van de voorgaande jaren. En dat de verkoop zo goed gaat, komt vooral omdat de energierekening de pan uitreist. Kijk, als je hoort van mensen die nou van €300 energiekosten naar €600 energiekosten gaan. Ja, op het moment dat je hout gaat stoken, ja, dan kun je misschien weer terug naar die 300. Goed dus voor de portemonnee, tenminste als je het geld hebt. De mensen die het aanschaffen, dat zijn de mensen die het geld hebben om een kachel van 1000 tot €2000 aan te schaffen. En de mensen die het echt nodig hebben om energie te besparen, die echt in de knel komen te zitten qua kosten, die kunnen het niet eens aanschaffen. Daarbij is D66 sowieso niet zo'n voorstander van een haardkachel. Ja, voor het milieu heeft het wel een impact, maar het heeft ook impact op mensen. Dus mensen die astma hebben, die ervaren heel veel overlast van een houtkachel. Vooral als die slecht wordt gestookt. Dat er soms slecht wordt gestookt, beaamt ook Van der Wielen. Het gaat zeker wel eens mis, ja. Als mensen geen goede voorlichting gehad hebben, dan kopen ze of een te grote kachel, of ze kopen nat hout, of ze bedienen de kachel niet goed. Daarom is ook eigenlijk ons advies voor mensen die hout gaan stoken, koop een houtvochtmeter. Want hout mag eigenlijk tussen de 12 en de 18% vocht bevatten. Als dat meer is, dan moet je het eigenlijk niet gebruiken. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. €190 per huishouden, gratis en voor niets, om de energierekening te verzachten. Maar wat doen we eigenlijk echt met dat geld? Zaterdag komt Sinterklaas weer aan in Nederland. In Nijmegen zal de Goedheiligman deze keer vroeger aankomen dan gebruikelijk. Om 12 uur wordt de stoomboot verwacht aan te meren aan de Waalkade. Dat heeft Praatjespiet zojuist laten weten aan RN7. Hij zegt dat de Sint na 2 coronajaren niet langer kan wachten om weer aan te komen. Praatjespiet zelf zal een half uur daarvoor al aanwezig zijn op de Waalkade. Ook in de rest van de regio brengt Sint zaterdag een bezoek. Zo is hij om 14:30 bij het kasteel in Wijchen, om 14:00 op het Julianaplein in Beuningen en om 14:15 komt hij per trein aan op het station in Elst. Het nieuwe recyclesysteem voor bekers heeft afgelopen Vierdaagse goed gewerkt, laat Stichting Vierdaagse Feesten weten. Bijna 60% van de bekers werden volledig gerecycled. De stichting laat weten dat uit een enquête onder bijna 600 feestgangers ruim 80% tevreden was over het nieuwe bekersysteem en dat ruim 2 op de 3 bezoekers 50 cent een prima bedrag vond voor de beker. Woensdag zullen de eerste asielzoekers arriveren bij de nieuwe opvanglocatie aan de Stieltjesstraat in Nijmegen.
In het voormalig belastingkantoor kunnen maximaal 120 mensen gehuisvest worden. Het pand is voor de komende 5 jaar beschikbaar gesteld als opvanglocatie. In november en december krijgt elk huishouden in Nederland €190 van de overheid als tegemoetkoming op de hoge energierekening. De meeste mensen hebben de eerste €190 inmiddels ontvangen. Maar wat doen we ermee? Gaat het op de grote hoop? Besteden we het inderdaad aan de energierekening? Of doen we er iets leuks mee? We vroegen het op de Wiegische Markt. Nou, ik denk ergens lekker eten. En dan heb ik nog geld over. Ja. En dan ga ik carnaval me vieren. Gewoon opgebruiken. Ik betaal ongeveer dubbele aan energie van 100 naar 200. Dus ik mag helemaal niet klagen. Dat doe ik ook niet. Nee. Maar ja, wat ga je daarmee doen? Het gaat met de knollen de pot in, geloof ik. Het gaat voor de pot in, denk ik. Ja. Wij gewoon verhuizen. Ja. Dus ik kan het goed gebruiken daarvoor. Ja. Ja. Dat is een hele goede reden. Ja. En dan kan ik wel zeggen, ik geef het aan een ander. Maar ik kan het nu ook goed gebruiken. Dus. Maar bent u omhoog gegaan met de energiekosten? Nee, we hebben gelukkig nu niet extra kosten gekregen. Maar we zijn zelf ook wel heel bewust ermee bezig, moet ik zeggen hoor. Ja. Ja. Er zijn nog mensen die zeggen, het gaat bij onze knollen de pot in. Want de levensmiddelen zijn toch al duur geworden. Die kan ik wel gebruiken. Nou, dat vind ik eigenlijk ook een beetje onzin eigenlijk. Ja. Soms hoor je dat, geef maar een goede doel of zo, maar ja. Ja, daar kun je een stukje aan geven. Ja. Dat zal ik ook gaan doen, op het eind van het jaar. Dat? Ja, ik steun al een hoop goede doelen, dus... Ja, daarom. Dat hoeft even niet voor mij. Ik ga dit niet gebruiken voor energie. Ik doe er... Ik ga wel even iets anders geven of zo aan iemand. Het klinkt allemaal cryptisch, maar wat bedoelt u? Nou, ik ga het niet letterlijk zeggen, maar ik geef het wel weg. Ja. Ik heb het eerlijk gezegd niet nodig. Ik hoorde net iemand die betaalt €49 in de maand. Ja, dat kan. Ik heb, als je helemaal geen verwarming aansteekt en zonnepanelen liggen op het dak, ja, dan hoef je niet veel te betalen. Hij leek op een ijsbeer, dus ik denk dat hij het wel lekker vindt, die kou. Oh nee, dat kan ook. Nee, maar daar bemoei ik me eigenlijk niet mee. Het Kindness Collective Nijmegen bestaat 3 jaar en dat mag iedereen weten als het aan Lisa en Tamara ligt. Zij doen kleine, vriendelijke acties voor mensen die ze niet kennen, om zo de wereld wat positiever te maken. Nou, de afgelopen jaren hebben wij als collective bijvoorbeeld acties gedaan, zoals brieven in bibliotheekboeken stoppen met een aardig bericht erop. Daarnaast delen we bijvoorbeeld ook plantjes uit. We stekken graag zelf plantjes, dus die delen we dan uit in de stad. Wordt betaald door ons eigenlijk. Als we een leuke actie plannen, dan gaat eigenlijk iedereen die daarmee wil doen een aandeel betalen. En zo kunnen wij dan deze leuke acties plaats laten vinden. Nou, plantjes kweken is natuurlijk niet zo heel erg duur. We gebruiken ook vaak plantjes die we zelf al hebben, waar we dan een stekje van maken. En die kunnen we verpotten en uitdelen. Er zijn ook acties in winkels, als we bijvoorbeeld wenskaarten in een aanbieding zien. Nou, dan kunnen we die meenemen en weer een keer gebruiken voor een volgende actie. Wij gaan zo nog een actie doen, namelijk een Pay It Forward in een lunchzaak. En daar gaan we een koffie kopen. En de medewerker gaat deze koffie dan aan een klant geven die dat misschien niet verwacht of juist nodig heeft. En wij willen graag een Pay It Forward doen vandaag. Ja, dat betekent dat we een kopje koffie kopen en dat jij dat dan kan geven aan een volgende klant die een kopje koffie bestelt. Dan hebben wij het alvast betaald. Ja? Ja? Nou, wat mag het zijn dan? Ja, mag ik 2 kopjes koffie afrekenen? Ja, dat kun je doen. Nou, mensen reageren meestal super positief op onze acties. Wat je bijvoorbeeld merkt is dat mensen zeggen dat ze heel verrast zijn door het plantje of het complimentje. We hebben ook wel studenten gehad die hebben gezegd van nou, dit heeft me echt even over een dipje heen geholpen. Zo krijgen we eigenlijk wel meestal heel blije gezichten als we iets aan het doen zijn. En Lisa, heeft wel eens iemand iets aardigs voor jou gedaan? Ja, dus denk ik een week geleden toen was ik met mijn moeder aan het fietsen en kwamen langs een waar je ijs kan kopen, maar we hadden geen contant geld bij. En toen kregen wij een ijsje
betaald van iemand die wij niet kenden. Dat was echt superleuk. Ook vanochtend konden we in de regio weer genieten van een heerlijke zonsopkomst, zoals hier ook te zien is vanuit de Ooijpolder. En voorlopig blijven we ook nog wel even in dat rustige vaarwater zitten, wat het weer betreft. Ja, woensdag hebben we nog wel te maken met een paar buien. In de ochtend vinden we de meeste buien in het westen van het land. Maar in de loop van de dag trekken die naar het oosten weg en kunnen wij er dus tegen de avond vooral nog mee te maken krijgen. Tussendoor is er wel genoeg ruimte voor de zon en stijgt de temperatuur naar een fijne 15 graden. De dagen erna blijft het heerlijk herfstweer. Het blijft overwegend droog en de zon zal zich veel laten zien. De temperatuur blijft schommelen rond de 14 à 15 graden. Alleen de nachten worden langzaam iets kouder. Op zaterdag daalt het kwik naar zo'n 5 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En ik zie je graag morgen weer.